Verleden week bezocht ik voor de eerste maal mijn bovenbuur. Het had te maken met lekkage naar ik min of met de huur. Er hing een levensecht portretje van een cirkel aan de muur. En hij ontpopte zich als vreemde en ascetische figuur. Die zich een leven hield met brokjes en nog gurken in het zuur. Het schikt me slecht, ik moet veel werk verrichten, sprak hij overstuur. Ik heb al jaren een obsessie en die geeft me rust nog duur. Daar ik verslaafd ben aan de cirkelkwadratuur. Als men de omtrek van een cirkel, zo begon hij zijn verhaal, gaat delen door de doorsnee, uiteraard is die het verkeerde straal. Dan komt er één quotient, ja mag ik even stilte in de zaal. Vaak zegt men 22 zevende, maar dat is te globaal. In feite is het 2πr en dat is lang niet zo banaal. Het blijkt dat pi irrationeel is en erbij transcendentaal. En een computer heeft het uitgerekend, is dat niet geniaal? Tot in de weet ik veel hoeveelste decimaal. Ja, deze pi, dat staat te lezen in de encyclopedie, is even oud en wetenschappelijk en Grieks en vol magie. Als ik zo pieker over pi, spreekt u wellicht van een manie. Maar zijn wij allen niet neuro, van een roman of mystici? Een ander heeft een kolibrie, een reliquie of een fobie. Maar ik verdiep me onophoudelijk en zonder compromis in het unieke en verheven wonder der planimetrie. Ik zoek het antwoord op het grote raadsel pi. Na deze woorden onderbrak hij spastisch, hij had zijn gepraat. En er verscheen een onrustbaar kleurenspel op zijn gelaat. Dus ik begon al rond te kijken naar een zuurstofapparaat. Maar hij bedaarde en hervatte zijn verhandeling kordaat. Er is een andere formule, die is ook niet van de straat. De oppervlakte van een cirkel immers is pi r kwadraat. En om de waarde van die pi nu eens te zien in vol ornaat, dat is wat mij als ideaal voor ogen staat. Al dus vind ik 3,141592 etcetera. Ja, het heeft heel wat op mijn lijf, zodat ik elke morgen na het opstaan eventjes verstijf. Bij de gedachte aan de eindeloosheid van de tijd verdrijf, waarna ik mij toch altijd weer verman en in mijn handen wrijf. Ik grijp de rekenlineaal, maar ook wel eens de rekenschijf. Ik zet me neer en calculeer en schrijf en calculeer en schrijf. En ik zal blijven zoeken tot ik erin blijf.